Hey, hallo, Erik hier. Welkom in deze video. Ik ga een challenge organiseren, de Bewust en Impactvol Ondernemen Challenge. En ik heb besloten om maar gewoon daar video's van te maken, om mensen een hele week lang, meerdere keren per dag, in stappen mee te nemen in hoe je dichter bij je gevoel kunt komen, hoe je zielsmissie kunt ontdekken, hoe je droom kunt leven. Al die stappen meer, daar zal ik in volgende video's nog meer over vertellen. En voor nu wil ik gewoon starten met het welkom heten van de mensen die in de challenge zitten. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden, want het is vooral ook een... ik kijk gewoon naar het scherm waar de mensen in de Facebookgroep zich hebben aangemeld. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Kijk rustig mee. Dan gaan we nu live. Hey, goedemorgen lieve mensen. Oh, het is 1 minuut over 10. Erik hier. Eerder dan gepland, live in deze Facebookgroep. Ik ben de afgelopen weken 3-tal keer live geweest. En in verband met Tweede Paasdag, vandaag is het Tweede Paasdag, 18 april... En we hadden van tevoren met het team zitten puzzelen en zitten kijken en zitten voelen van oké, wanneer gaan we de challenge nou organiseren? Het moet echt in april zijn, dat klopt heel erg met de lente, nieuwe energie erop. Hey Esther, goedemorgen. Met nieuwe energie erop, dus het voelt heel erg goed om de challenge in april te gaan doen. Nou, dan ga je kijken van oké, we hebben dan meivakanties, je hebt Goede Vrijdag, Witte Donderdag, het Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, noem het allemaal maar op. Dus ik heb besloten om toevallig, Esther, om nu al gewoon lekker live te gaan. Want ik zal uitleggen waarom. Dus we waren aan het puzzelen van Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, meivakanties, noem het allemaal maar op. En het lang verhaal kort, we kwamen er eigenlijk op uit. Ik ga vanavond om 8 uur, als Tweede Paasdag voorbij is, zeg maar, dan ga ik voor het eerst live. En ik heb vandaag, de kinderen hebben vrij, Yvonne heeft vrij, dus hey Karin, hoi allemaal. Leuk dat jullie spontaan meekijken. Yvonne is vrij, de kindjes zijn vrij en we gaan dadelijk nog lekker naar buiten en we gaan nog wandelen en zo, dus... ik had helemaal gepland, oké, we gaan gewoon met z'n allen op maandagavond om 8 uur live. En het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt, Agda en de Munnik. Ik voel heel sterk dat ik nu alvast live wil gaan. En waarom? Dat is puur een gevoel. Ik voel in de energie die er is in de groep, dat is... Elke keer hetzelfde bij elke challenge die ik doe en is ook elke keer anders. Daardoor wordt het voor mij ook blijft het leuk en interessant om deze challenge te doen. Want ik voelde in de groep dat sommige mensen eigenlijk al gewoon willen starten. En ik voel in ieder geval bij mezelf dat ik voor mij moet het altijd helemaal kloppen. Als het voor mij niet helemaal klopt, goedemorgen Aurélie. Als het voor mij niet helemaal klopt, dan klopt die niet en dan mag ik daar iets mee doen. Dus ik voelde de afgelopen dagen, dan zie je dat dan melden zich steeds meer mensen aan en dat is ook logisch, hè, want je wacht vaak van oké, dit hebben we gehad en dan gaan we door naar het volgende. En dan zie je altijd vrijdag, zaterdag, zondag, dan krijg je de meeste aanmeldingen. En dat zie je nu ook en er zijn nog steeds elke dag mensen die zich aanmelden. We zitten nu op een kleine 150 nieuwe mensen die zich aangemeld hebben voor de challenge. Dus dan merk je dat de energie stijgt. En dan ga ik ook bij mezelf elke keer weer afstemmen en heel echt gewoon voelen van... Hey, wat mag ik daarmee doen? En mag ik daar iets mee doen? Zo ja, zo nee. En ik voelde heel erg van oké, als ik vanavond om 8 uur ga beginnen, dan... wil ik ook meteen ook wel een soort van de diepte in. De challenge zit zo in elkaar dat ik jullie in een aantal helemaal kloppende stappen mee ga nemen in
hoe je bewust en impactvol kunt ondernemen. Hoe je bewust en liefdevol kunt leven als mens, als man, als vrouw. En die stappen die gaan we helemaal doorlopen. En dan zie ik in de aanmeldingen wat mensen zeggen, waar ze tegenaan lopen. De juiste klanten vinden, het zakelijke geneuzel, richting kiezen om te starten, nieuwe contacten leggen, planning maken, klanten vinden en houden. Waar begin je? Doelgroep bepalen, nieuwe leads krijgen, met mijn beperkte energie een bedrijf opstarten. Hoe ik me neerzet in relatie tot mijn baan die ik nu nog heb. Opstarten na corona, koers wijzigen, geloven in mezelf, vertrouwen dat ik het kan. Nou, er zitten zoveel wensen in en er zitten zoveel behoeften in van mensen die aangeven, hier loop ik tegenaan. En dan kriebelt het bij mij, dan jeukt het bij mij. Ik was gisteren ook chagrijnig en het sloeg nergens op, want het was vrij, het was mooi weer. En de kindjes waren vrij en we hadden een hartstikke leuk weekend gehad. En Yvonne zei, wat ben je stil? En ik zei, ja, ik weet niet waarom het is. En toen ging ik voelen. En toen voelde ik, ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. En als dat niet gebeurt, dan word ik daar chagrijnig van. Dus ik ben nu weer blij, omdat ik eindelijk, voor mijn gevoel eindelijk, ga beginnen daarna inderdaad. Want, en het blijft ook ergens jeuken, want we zitten met in totaal meer dan 1200 mensen in deze groep. En het is een utopie om iedereen één op één te kunnen helpen om elke vraag individueel te kunnen beantwoorden als niet te doen. Niet te doen. Dus ik mag dan in lijnen denken. Ik mag in energie denken. Ik mag in groepen denken. Ik mag in collectieve energieën gaan voelen. En zo dan ook met zoveel mogelijk mensen rekening houdend het op een iets ander laagje, dus niet op individueel laag, maar op een iets hoger niveau deze week neerzetten. Nou, dat ga ik doen. Ik ga zoveel mogelijk en ik voel dat ik eigenlijk nog meer ga geven als dat ik de afgelopen challenges gegeven heb. Dan blijf ik heel dicht bij mezelf. Dan ga ik jullie de komende week gewoon lekker in meenemen. Het is ook heel kwetsbaar. Het is heel open. Ik bereid niks voor. Want ik heb wel wat voorbereid, want dit is de vijfde keer dat ik de challenge doe. Dus er is een bepaalde structuur. Er zijn werkboeken, er zijn stappen om jullie zo goed mogelijk te kunnen helpen in het houden van focus, het houden van structuur. Want dat is namelijk ook een punt wat mensen aangeven. Ik mis focus, ik mis structuur. Nou, dus er zit een bepaalde structuur in die ik ook deze challenge met jullie op deze manier ga delen. En het is volledig afgestemd in het moment. Het enige wanneer het goed kan gaan, is als je in het moment afgestemd bij jezelf blijft en heel dicht blijft voelen. Wie ben je, waar sta ik en wat heb ik te doen? Dus het is ook heel erg afgestemd in het moment. In momentum creëren met elkaar. En dat gaan we ook echt doen met elkaar. We gaan momentum creëren. We gaan echt samen dat we dingen voelen van wow, dit gebeurt er nu, of wow, dit voel ik nu, of wow, wat een mooie missie heeft iemand gedeeld, of wat een mooie introductie heeft iemand gedaan, of wat een mooie foto heb je gedeeld. Dus doe dat ook vooral. Blijf vooral heel veel delen in deze groep, in de Bewust en Impactvol Ondernemen Facebook groep. Het is een besloten groep. Deel daar zoveel mogelijk in, dan kunnen we ook zoveel mogelijk in dat moment blijven en in momentum blijven en momentum creëren. Nou, waarom ben ik al live? Nou, dat heb ik net al gezegd. Omdat er veel voorbij komt. Omdat er veel wordt aangedragen. Omdat ik voel dat het eruit mag. En ook omdat ik dus ook... ik wil goed stilstaan bij de dingen die relevant zijn. En alles is relevant. En ook daarin zit weer een gradatie. Vanavond wil ik met jullie eigenlijk zo snel mogelijk de diepte in door jullie te vertellen van wat is er aan de hand in de wereld? Waarom word je eigenlijk geremd? Waarom leef je eigenlijk nog niet? Waarom je eigenlijk nog niet leeft zoals je zou willen leven? En het heeft te maken met de tijd. Het is een hele spannende tijd, een ingewikkelde tijd. We hebben de coronacrisis, pandemie, hoe je het ook wil noemen, achter de rug of niet. Of we zitten in een soort van tussenfase daarin. Want er komt dadelijk waarschijnlijk wel
nog iets nieuws weer bij. We hebben Oekraïne, Rusland, oorlog, voedselcrisis die eraan zit te komen. Granen, voedselprijzen, energieprijzen, gasprijzen, dieselprijzen, benzineprijzen, milieu, klimaat. We hebben van alles. We hebben allerlei crisissen die zichzelf opstapelen. Het is goed, vind ik, om daar goed ook op af te stemmen met elkaar, zodat je ook voelt wat jouw rol daarin is. Want in een tijd waarin er steeds meer crisissen komen, is het steeds makkelijker, handiger, noodzakelijker om vanuit jezelf te voelen wie ben ik, waar sta ik voor, wat zijn mijn kernwaarden en hoe kan ik leiderschap tonen die voorbij gaat aan de rol als moeder, als partner, als weet ik veel hoe je dat noemt. En daar wil ik heel erg bij stilstaan. En dan sla ik ook andere zaken over. Zoals bijvoorbeeld, ja, wat gaan we met de challenge doen? En welke onderwerpen gaan we behandelen? En wie ben jij eigenlijk wel niet, Erik? Dat is ook, ik denk van, hè, want Esther, Tamara, Chris en er zijn Aurélie, er zijn veel bekenden die zitten te kijken. Esther, Chris, Tamara, Marianne, Suzanne, Karin, Aurélie, Mandy, Heidi, heel veel mensen die mij al kennen. En bijvoorbeeld ook Claudia. Er zijn ook mensen die me nog niet kennen. Er zijn 150 nieuwe mensen die zich aangemeld hebben voor de groep. Eigenlijk veel meer dan dat, maar dat komt allemaal nog wel later. Die mensen die hebben mij nog nooit gezien. Of die weten niet wie ik ben. Die weten niet wat de challenge is, waar ze aan beginnen. Dus ik kan wel heel erg vanuit mijn beeld denken, oh ja, we gaan lekker met z'n allen stappen zetten en dat gaan we ook doen. Maar ja, wie ben je eigenlijk? Dat is de vraag. Heel even, nou laten we daar maar mee beginnen. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat, dat is het waar het nu om draait. Het houdt je even van de straat. Dan zeg ik die kenner. Wie ben ik? Ja, goede vraag. Ik ben Erik en de mensen die in deze challenge zitten, die representeren heel erg wie ik ben. Dus wij hebben een resonantieveld waarin we elkaar aantrekken en soms gaat dat weg en soms trekt dat weer aan en soms wordt het intensiever en soms wordt het wat minder. En iedereen die nu zit te kijken, dat zijn allemaal vrouwen en mannen. Dankjewel Esther. Dat zijn allemaal vrouwen en mannen die bewust zijn. Dat zijn allemaal vrouwen en mannen die bewust in het leven staan. Daardoor ga je eigenlijk al een soort van filteren. Want er zijn ook heel veel mensen die op een andere manier naar het leven kijken. En die daar op een andere manier mee bezig zijn. En dat is ook lekker. Ik ben iemand en jullie zijn mensen die bewust naar het leven kijken. Die stellen zichzelf de vraag, wie ben ik? Hey. Die stellen zichzelf de vraag, wie ben ik? Vragen als, waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat wordt er van mij gevraagd? Waarom leef ik mijn leven zoals ik dat doe? Waarom loop ik tegen dingen aan? Wat zijn die dingen die die ik ervaar. En dus dat zijn eigenlijk vragen, die, eigenlijk een soort van levensvragen die je zelf stelt. En dat doet niet iedereen. Voor ons is dat heel vanzelfsprekend, evident. En voor heel veel mensen is dat helemaal niet evident. Die zijn lekker in een andere flow van leven. En ik ben iemand die mezelf al op een hele jonge leeftijd de vraag is gaan stellen, waarom ben ik hier? Waarom gebeuren de dingen die er gebeuren? Ik was 13 toen mijn vader overleed. Dat was een hele intense levensgebeurtenis. Waardoor ik me ging afvragen, wat heeft het allemaal voor zin? Waarom gebeuren deze dingen? Hoe is het toch mogelijk dat iemand die dichtbij je staat er niet meer is? Hoe zit dat in elkaar? En zo ben ik heel erg die vragen gaan stellen. Ik ben een hele tijd uit verbinding geweest met mezelf.
Echt vanuit mijn warrior, vanuit mijn energie, mijn vuur, mijn hoofd, mijn mannelijke energie, mijn ego, ben ik heel lang gaan reizen. Tot er een moment kwam waarbij ik weer tot mezelf ben gekomen. Dat zijn van die eikpunten, die breekpunten, die koerswijzigingen die je meemaakt. Er was ook iemand die bij de introductie zei, ik heb een ongeluk gehad volgens mij en corona en mijn praktijk kwam door corona stil te staan. Voor heel veel mensen is corona dus ook een zegen, omdat het zijn van die momenten in je leven dat je wordt stilgezet. Door een ziekte, door een ongeluk, door een ongeval, door een overlijden, door een ontslag, door een burn-out, door een bore-out, door een identiteitscrisis, door erachter komen dat je geadopteerd bent, door allerlei zeer, zeer belangrijk bepalende levensgebeurtenissen voor elk mens. Omdat ik die levenservaringen heel bewust ben aangegaan ook, en soms gebeurt het en soms dan kies je ervoor, of ik denk dat je er altijd voor kiest. Het gebeurt in ieder geval. Doe je dan waarschijnlijk onbewust. Ja. En ik ben er toen, zeg maar even voor het gemak, 15 jaar geleden achtergekomen van, oh ja, ik ben hooggevoelig. Ik ben hoogsensitief. Ik ben heel erg in contact met mijn gevoel. Ik kan dingen voelen. Ik kan dingen heel zuiver zien. Ik heb een hele sterke visie. Ah, oké, mijn derde oog, mijn zesde chakra is heel goed ontwikkeld. Oké, wauw, confronterend, bijzonder, wauw, interessant. Nou, zo ben ik de afgelopen 15 jaar van het een in het ander gekomen. Ik ben steeds bewuster gaan leven. Ik ben als sjamaan een reis gaan, een sjamaan in wording, ben ik de afgelopen 5 jaar daar heel, bijna wekelijks, zo niet dagelijks, mee bezig geweest om vanuit de oude wijsheden die er ook zijn in de wereld, om die erbij te gaan halen, om mijn sensitiviteit, mijn spiritualiteit volledig te omarmen. Dus ik ben, en we zijn veel meer dan de rollen die we hebben, ik ben een healer, want ik kan vanuit de gaven die ik heb mensen helpen, door ze te helpen, door naar blokkades te gaan, door te voelen waar het zit bij iemand. Ik ben een teacher, ik heb heel veel wijsheid te brengen. Ik heb heel veel ervaring, niet alleen in dit leven, vooral ook uit andere hoedanigheden heb ik heel veel wijsheid te brengen. En die wijsheden en die ervaring, die zet ik in als teacher. Ik ben een coach, ik help mensen stappen te zetten in hun leven van A naar B. Vanuit hun hart naar de praktijk toe, vanuit je bewustwordingspraktijk. Van je baan naar je praktijk, vanuit je praktijk groeien naar een succesvollere, mooiere, meer impactvollere bewustwordingspraktijk. Daar help ik mensen in. Ik ben een mentor, ik ben een trainer, ik heb verschillende trainingen gemaakt. Ik ben een schrijver, ik heb een drietal boeken geschreven. Ik ben papa en ik ben ondernemer. Ik ben een man die mijn hooggevoeligheid, spiritualiteit, sensitiviteit ook altijd, dat zit zo in mijn kern verweven, ik ben altijd iemand die altijd het hoofd en het hart samenbrengt. Ik ben altijd bezig met en. Ik ben altijd bezig met Gaia, moeder aarde en spirit, het universum. Ik ben altijd bezig om je gevoel te koppelen aan aardse materie. Ik ben altijd bezig om hoe je resoneert, wat je voelt, wie je in de kern voelt te zijn. Ik koppel dat altijd aan, oké, en hoe ga je dat dan neerzetten? Hoe ga je dat vertalen? Hoe ga je dat op een voor jou kloppende manier resonerend in de wereld zetten vanuit liefde en licht? Dat doe ik altijd. Ik betrap me er zelf gewoon op. Ik was afgelopen week met Nicolien. Nicolien gaat deze week een hele mooie rol vervullen. Die reist met ons mee. En Nicolien kennen veel mensen van jullie inmiddels en de nieuwe mensen dus nog niet. Dan gaan we vanuit een praktijkvoorbeeld, gaan we ook helemaal jullie meenemen in hoe het, niet alleen vanuit de theorie die ik heel goed hoop te kunnen vertellen. Nee, we gaan het ook elke keer in de praktijk gieten, in de vorm gieten. Concrete voorbeelden erbij halen, want ik kan heel veel uit boeken vertellen.
En het maakt het meeste impact als je het zelf ook gaat ervaren voor je eigen praktijk. En dat je er ook iets mee gaat doen. Doen. Daarom ook deze challenge. Dit is helemaal ik. Ik kwam er afgelopen week achter toen ik was met Nicolien op stap. We mochten een presentatie geven. Nicolien mocht vertellen over een niet begrepen kind in het onderwijs. En hoe Nicolien vanuit haar visie het onderwijs gaat veranderen. En ik was daarbij om te vertellen over de nieuwe wereld, de nieuwe tijd, 5D, leiderschap enzovoorts. En na die bijeenkomst was ik meteen, ik ging meteen het omzetten. Oké, Nicolien, hoe kun je dit doen? Wat hebben we hier geleerd? Welke inzichten hebben we gehad? Welke vorm kunnen we eraan geven? Wat is de bedoeling? Hoe kunnen we stappen zetten? Ik ga hem altijd concreet doorvertalen. En ik probeer daarin dusdanig de balans te houden dat het gaat over voelen, denken en doen. Over richten, inrichten en verrichten. Over dromen, durven en doen. Dus niet alleen dromen, gaan we deze week doen. Dromen, we gaan niet alleen dromen, we gaan het ook omzetten. In waarde bepalen. Voelen wat je gaat doen. In het neerzetten van een plan. Doelstellingen. Wow. En dat ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. En dat is wie ik ben. Helemaal goed. Dus fijn dat je dat zegt, Suzanne. Want dat is even in het kort wie ik ben. En ik zal vanavond dus... Kijk, want ik weet niet hoe lang dit geduurd heeft. 10 minuten of zo. Ik wil vanavond lekker de diepte in. Dus voor de mensen die dan nog willen weten... Ja, wie is die vent eigenlijk? Wie is die kale vent met die zachte G uit Brabant? Die allemaal boeken en dingen achter zich heeft staan. 22 mensen die kijken nu. Leuk. Dus dan kan ik daar wel een klein beetje over vertellen en dan niet zo lang. Want ik kan ook lang van stof zijn, dat weten ook heel veel mensen. Dus dan gaan we vanavond meteen wat meer de diepte in. En het bruggetje naar deze week. Wat gaan we doen? En best wel wat mensen die zeggen, ik kan er niet altijd bij zijn. Ik ga vanavond naar mijn opa toe. Ik heb overmorgen een yoga sessie waar ik naartoe ga. Ik heb overmorgen moet ik op mijn kindje passen. Op donderdag moet ik de hond uitlaten. Op vrijdag moet ik naar het voetbal. Er zijn altijd redenen om niet hierbij aanwezig te kunnen zijn. Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Ik heb niet de illusie dat alle 1250 mensen van maandag tot en met zondag al die uren bij deze challenge aanwezig kunnen zijn. Daar is niks mis mee. Deze Zoom die ik nu live doe, die kun je dus meteen terugkijken in de Facebookgroep. Dus je kunt alle Zooms terugkijken. Ook de Zooms die ik dus deze week doe, die kun je gewoon daarna kun je die terugkijken. Je krijgt elke dag mailtjes waarin ook het linkje staat van de vorige sessie. Dus dan kun je gewoon elke keer denken, oh ja, klik en dan kun je hem terugkijken. Ik heb me voor deze keer niet ingeschreven, maar toch blijf ik hier hangen en het raakt weer. En ja, de tijd is ook even mijn dingetje in combi met laag energieniveau, zegt Janine. Hey Janine, leuk dat je er weer bent. Ja, als je je niet hebt uitgeschreven de vorige keer, ben je nog steeds ingeschreven. En fijn dat je weer meedoet en maak er gebruik van. Maak gebruik van de energie die er is. Voor mij is het fijn en helemaal bij mij passend om een hoge energie neer te zetten in deze week. Dus maak daar gebruik van. Ik merk wel als mensen aan me gaan trekken en aan mij gaan hangen. Dus ik koppel dat dan lekker los. Ik heb een hoge energie en ga daarin lekker met me mee, zoveel als dat je zelf wil. Dus je kunt, als je er niet helemaal bij kunt zijn, kun je de Zoom-calls terugkijken. Je hebt met het e-mailadres wat je hebt opgegeven, tenzij je zelf hebt uitgeschreven, krijg je ook elke dag de werkboeken. Nou, voor de mensen die het vaker meegedaan hebben, dat zijn dezelfde opdrachten. De structuur is hetzelfde. Het is denk ik goed om je bij jezelf daarin elke keer een laagje dieper te gaan dan. Voor de mensen die dat dus nog niet gezien hebben, zijn het volledig nieuwe werkboeken. Het is een hele leuke combi. Het is altijd een hele leuke mix van mensen die mij al wel kennen en die vaker meegedaan hebben. In relatie tot mensen die mij nog niet kennen en nog niet meegedaan hebben, brengen we mooi samen. Ook daarin zie je veel gave energie ontstaan. En Desiree zegt, voelt als thuiskomen, nu al. Yay! Welkom thuis, lieve Desiree. Wat gaan we doen? Dat wilde ik vertellen. Ook al kun je er niet altijd bij zijn, je kunt er terugkijken.
Ja, Erik, heb je het al 3 keer gezegd. Oké, ik zal erop letten. Wat we deze week gaan doen. Het heet de Bewust en Impactvol Ondernemen Challenge. Wat wil dat zeggen? Nou, de mensen voor wie ik dit doe, en dat is echt een roeping, dit is mijn calling, dit is mijn zielsmissie die ik op dit moment aan het leven ben. Dus ik ben gewoon aan het spelen en mijn hart is helemaal vervuld van dankbaarheid en blijdschap dat ik dit weer mag doen. En dat is niet altijd van een leien dakje gegaan, daar zal ik jullie echt nog wel in meenemen de komende week. Ik ga me heel kwetsbaar opstellen. Ik ben een open boek. Jullie mogen alles van me weten, behalve mijn pincode. Je weet Facebook waarschijnlijk toch al. Dit is mijn calling. Dit is mijn zielsmissie. Ik doe dit dus voor bewuste mensen. Mensen die bewust naar de dingen kijken. En ik weet als geen ander, of ik weet net zo goed als jullie, zo moet ik het zeggen, hoe belangrijk het is om je thuis te voelen, om helemaal jezelf te mogen zijn. En hoe belangrijk het is om jezelf elke keer aan te moeten blijven kijken. Het kan best een soort voelen als aan moeten blijven kijken. En jezelf dus aan willen blijven kijken. Omdat je ook voelt en weet, uit ervaring, allebei, en soms nog niet en soms wel, dat die dalmomenten, die dalletjes of die diepe dalen waar je in zit, dat het goud is waardoor je ook weer bent gegroeid als mens. Ik weet net zo goed als jullie hoe belangrijk dat is, want daarmee heel je jezelf en als je jezelf heelt, heel je daarmee ook de ander. En dat gaan we deze week met elkaar doen. En dat doe ik op mijn manier. Je kunt met mij heel diep gaan. Ik kan ook naar stukken toe waar die zit bij jou. En ik ga geen yoga nidra, zweethut sessies, kumbaya. Ik heb mijn eigen, vanuit de shamanen leer, vanuit mijn ervaring enzovoort, heb ik mijn eigen methodiek, mijn eigen energie. En die ga ik in deze challenge op zaterdag, als we op introspectie gaan doen, ga ik hem inzetten. En voor de verders ga ik jullie in een bepaald bewustwordingstuk met jullie delen. En de Bewust en Impactvol Ondernemen Challenge, die gaat er over om vanuit dat stuk, vanuit die sensitiviteit, spiritualiteit, bewustwording, vanuit jezelf, daarin ook echt stappen te gaan zetten. Ik wil jullie laten zien hoe je vanuit je hoge eigen authentieke energie dat heel zuiver kunt laten resoneren bij de mensen die jij te helpen hebt. Dat je dat heel door jezelf aan te kijken, en daar gaan we morgen over hebben met Heidi, en overmorgen met Marcel, gaan we vanuit daar, mensen uit mijn team, healers, teachers, coaches uit mijn team, gaan we met jullie die diepte in, om vervolgens ook daar dan mee te gaan zeggen, oké, als dit is wie ik ben, en als dit is wat ik voel, dan heb ik dit te doen, en dan ga ik dit maar eens gewoon heel zuiver neerzetten in mijn energie. En daar ga ik jullie mee helpen om die energie zuiver te maken. Zuiverder te maken. Want als je zegt, ik vind het moeilijk om klanten te vinden, cliëntelen vinden, reclame maken. Was Ilse die zei, ik vroeg de vraag, wat vind je het moeilijkst aan ondernemen? Ze zegt, onder watten, met een knipoog. Ik ben geen ondernemer. Ik weet niet wat ik moet doen. Als je het moeilijk vindt om de juiste klanten te vinden, om de juiste klanten te werven, dan heeft dat niks te maken met Facebook. Dat heeft niks te maken met YouTube. Dat heeft niks te maken met TikTok. Dat heeft niks te maken met LinkedIn. Dat heeft niks te maken met dat je überhaupt geen social media inzet. Daar heeft het niks mee te maken. Daar heeft het alles mee te maken. En daar heeft het niks mee te maken. Het gaat erover dat jij
heel zuiver, en daar kan ik heel veel voorbeelden van noemen, dus dat ga ik ook lekker doen, offline, dus zonder al die TikTok dingen die ik net zei, dat je offline, als je maar heel zuiver gaat zitten in je energie, dat je daar dan mee al je ideale cliëntele klanten kunt aantrekken. Want ik ben geen marketeer, echt niet, en ik ben een kei in marketing. Ik ben geen sales agent, representative, vertegenwoordiger, krijtsteekman in een driedelig pak in een Tesla, die heel veel omzet scoort. En ik ben hartstikke goed in mezelf laten zien en naar mensen op aantrekken die dan daar iets mee willen doen op het moment dat het voor hun resoneert. En het is precies hetzelfde en het is totaal anders. Dus als ik heel goed weet wie ik ben en waar ik voor sta en wat ik te doen heb vanuit mijn zuiverheid, vanuit mijn zielsmissie, dan komt dat klanten aantrekken ja, niet vanzelf, want je zult daar echt nog wel stappen in moeten ondernemen. Je zult zichtbaar moeten zijn of je zult je energie goed neer moeten zetten. Je zult, als je een grote schaal wil behalen, zul je, nou ja, is het handiger dat je dan toch ook iets gaat doen waar je een groter bereik mee hebt of kunt creëren. Dus elke keer maak ik met jullie die koppelingen. Die koppelingen tussen voelen en denken en doen. Why, how en what. Richten, inrichten en verrichten. Dus dat gaan we deze week doen. We gaan van voelen naar denken naar doen. We gaan van sensitiviteit, spiritualiteit, dat omzetten naar een resonerende energie en een resonerende strategie. Wow. Zodat je ook klanten kunt aantrekken. Je cliënten. En ik ben een beetje gestopt en soms doe ik het nog onbewust. Of ja, doe ik het onbewust, zeg ik mijn klanten. Omdat mensen dan weten, oh, dat is een klant. Dan wordt de rol meteen duidelijk. En een klant geeft dit aan. Een klant geeft net van, oké, ik ben verder dan die ander. Nee, ik heb deelnemers aan de challenge. Ik heb deelnemers die gebruik maken, die ingestroomd zijn in mijn programma. Ja? Dus, waarom zeg ik dit? Ja, klanten aantrekken, mensen aantrekken. Mensen die op je pad komen, die je mag helpen, hoe je die kunt aantrekken vanuit je energie. Dat gaan we dus ook deze week met elkaar doen. Ja? Dus dat. Om even de stappen daarbij te halen, zal ik dat vanavond ga ik nog een beetje ook weer een beetje samenvatten en ook de dingen herhalen. De kracht van herhaling. Dus heel even de lijn van deze week. Ik ben nu live, spontaan. Vanavond om 8 uur. Morgen 10 uur, morgenavond 8 uur. Woensdag 10 uur. Woensdagavond 8 uur. Donderdag 10 uur. Donderdagavond 8 uur. Vrijdagmorgen 10 uur. Vrijdagmorgen 8 uur. Zaterdag waarschijnlijk om 10 uur. Dan zaterdag lekker introspectie, retrospectie, kijken naar jezelf. Zondag 12 uur. Even kort samenvatten. En zondagavond 8 uur. Afsluitend webinar. Even voor het gemak. Elke avond op zaterdag na. Elke avond om 8 uur 's avonds ben ik live. Ja? En dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Zaterdag ben ik om 10 uur 's morgens live. Dus 10 uur 's morgens, 8 uur 's avonds. Dat zijn de blokken waarin ik ongeveer een uur, nooit korter, altijd langer dan een uur, live ben. En dan krijg je na die ochtendsessie, krijg je een mailtje. Dus je krijgt vandaag een mailtje, morgen wordt het. Elke dag krijg je een mailtje met een werkboek. Wat mag je deze dag gaan doen? Ja? En ga ik ook zeggen wat ik vanavond dan ga doen. Dus wat je vandaag mag doen, als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat dan. Stel jezelf even lekker voor. En Chris en Tamara en zo, die hebben dat allemaal lekker al gedaan. Dat is heel fijn. De mensen die heb je jezelf nog niet voorgesteld, doe dat. Deel jezelf, deel in de Facebookgroep wie je bent. Waar je tegenaan loopt, wat je spannend vindt, wat je uit de challenge wil halen. Doe dat. Als je de vorige keer ziek was, kun je nu lekker meedoen. Dus het valt allemaal weer prachtig samen in deze challenge. Dus stel jezelf voor. Wie ben je? Wat doe je? Maak dat, als je al vaker meegedaan hebt, leg de lat voor jezelf zo hoog mogelijk. Ik ga Chris, want die vindt het heerlijk om lekker mee te flowen en in liefde en verbinding te zijn. Ik heb tegen Chris gezegd,
Nou, wat ga je aan het eind van deze challenge eruit halen? Als in, ga je een workshop organiseren en hoeveel mensen komen er op die workshop en hoeveel gaan ze betalen? Hoeveel mensen komen gratis, hoeveel mensen betalen 2 tientjes en hoeveel mensen betalen 100 euro? Ga voor jezelf de lat zo hoog mogelijk leggen, want hoe meer je uit je comfortzone gaat, des te harder je groeit. Ja? Dus stel jezelf voor en doe de challenge ook echt voor jezelf. Wat wil jij eruit halen? Vergeet alle andere mensen. Wat wil jij eruit halen voor jezelf? En wat gaan we dan met de groep samen manifesteren met elkaar? Dat is gewoon echt heel tof dat het elke keer en-en is. Verbinden, plannen uitwerken voor het retretendag. Ja, super. Komt goed, Chris. Tof. Nou, dus dat mag je vandaag al gaan doen als je dat wil. En vanavond om 8 uur ga ik in op, oké, de tijd, waarom mensen misschien wel die urgentie voelen. Ik hoop dat Janine ook nu na deze week gaat zeggen, ja, nu ga ik het doen. En als dat niet is, is het ook helemaal goed. Want het gaat over je eigen proces. En ik heb niet de illusie dat na deze week 1200 mensen in één keer gaan zeggen, ik ga mijn baan opzeggen, stoppen met alles, ik ga het roer omgooien, ik ga staan, ik ga het binnen nu en 3 weken 100.000 euro manifesteren. Maakt niet zoveel uit. Ik ga wel vanavond erop in dat het echt zo de tijd is om echt te gaan staan. Ja, dus dat het echt de tijd is waar, en waarom het belangrijk is om te gaan staan. En hoe je bijvoorbeeld, dat was ook iemand, sorry, ik ben de naam heel even vergeten. Die zei van, door de lockdown is voor mij een zegening, want een zegen, want ik ben daardoor veel meer gaan kiezen voor mezelf. Ik ben veel meer gaan staan voor mezelf. Ik ben gaan herijken, ik ben mijn koers gaan wijzigen. Dus daar ga ik het vanavond ook over hebben. En dat we met z'n allen zo hard nodig zijn om met elkaar in liefde, licht, verbinding met elkaar te shinen, te verbinden en de dingen te doen die wij met elkaar kunnen doen en ook echt mogen doen. Dus daar gaat het vanavond over. Om heel even aan te geven, ook een beetje de lijn. Morgen gaat het erover dat we ook echt gaan kijken van waarom lukt het nu nog niet? En er zijn veel mensen die zeggen, ik heb te weinig geloof in mezelf. Ik heb te weinig vertrouwen dat ik het kan. En dat zegt bijvoorbeeld Linda. De eerste stap zetten vind ik moeilijk, zegt Samira. Even kijken. Een gebrek aan zelfvertrouwen, zegt Wilma. Balans tussen werk en privé, zegt Seva. Hoe moet ik starten, zegt Stefanie. Opstarten na corona, koers wijzigen, zegt Joke. Met mijn beperkte energie een bedrijf opstarten, zegt Chantal. Dus daar gaat het in het begin over. Waar loop je tegenaan? Waarom vind je het moeilijk? Waar is die balans? Waarom is die balans er nog niet? Dus we gaan morgen gaan we heel erg kijken naar de blokkades. Wat mag er aangekeken worden? Om vervolgens door te gaan naar wat ook andere mensen zeggen. Ik wil mijn droom gaan leven. Ik wil, ik wil de juiste mensen gaan bereiken. Ik wil gaan kijken wat, zegt bijvoorbeeld Wanda. Ik wil graag inspiratie hebben over waar ik naartoe mag groeien. Ik wil gaan loskoppelen van mijn werkgever, zegt Cindy. Dus vanuit daar, vanuit die blokkades, gaan we ook echt voelen. Oké, wat is die droom? Waar wil je naartoe koersen? En als iedereen zegt, ik heb die droom hartstikke helder, dan gaan we ook niet overslaan, maar dan gaan we er korter aandacht aan besteden. Ik ben hier deze week volledig voor jullie. Als jullie op woensdag zeggen, vragen 80-90% van ons, heeft die droom helemaal hartstikke helder, ga door, dan gaan we ook echt gewoon doorpakken op wat daarna de stap is. Namelijk, dat zeggen ook echt best veel mensen, heel veel mensen eigenlijk, dus daar gaat ook de dag daarna over. We zitten wel op donderdag, woensdag-donderdag. Dan gaat het over verkopen zonder dat het te schreeuwerig wordt. De juiste klanten vinden, zegt Claudia. Klanten werven, zegt Cindy. Klanten vinden en houden, zegt Miranda. Klanten vinden, klanten aantrekken. Marketing, zegt Eva. Alles te ontwerpen en dan online krijgen, zegt Catharina. Goede nieuwe leads krijgen, Nadia zegt dat. Klanten maken, klanten vinden, cliëntelen vinden, reclame maken, zegt Nelleke, Jeltje, Isabelle. Dus er zijn veel mensen
die zeggen klanten vinden. En ik zie ook, en dat blijft mij elke keer triggeren, ik zie veel vrouwen, dat sowieso, ik zie veel vrouwen die al lang een praktijk hebben en die het nog steeds moeilijk vinden om klanten aan te trekken. Dat vind ik heel interessant, ik weet ook waar die zit en ik weet ook wat je dan kunt doen. En daar ga ik jullie dan op donderdag vrijdag in meenemen. Het gaat over resoneren, resoneren met je klant, zuiver resoneren. Dus daarom is die woensdag ook zo belangrijk, dat je helemaal in je zuivere gevoel gaat zitten. Omdat je dan vanuit dat zuivere gevoel heel goed weet, steeds beter weet wie er dan op jouw pad mag komen. Want als je sensitief bent, hoogsensitief, multipotentieel, multipotentialite, dan is jouw energieveld zo. En het mag zo. Je mag echt gaan focussen op je energie, welke energie je zuiver neer gaat zetten. En dan gaan we daar dus later deze week gaan we het daarover hebben. Want klanten aantrekken, hè, met alle respect, Facebook en al die LinkedIn, en dat is allemaal makkelijk. Als je heel goed voelt wat bij jou past, dan heb je er energie voor, heb je er meer energie voor. En we hebben ook mensen in mijn team, en daar gaan we het later deze week al over hebben, die dat met jou voor jou kunnen doen. Die zeggen, druk op die knop, daar moet je dit doen, zo moet je een account maken, daar kun je op je website je pixel plaatsen, kun je LinkedIn aanvinken, dit is een doelgroep die voor jou past, daar hebben we ook coaches voor, Jannie, Naomi, Lien, die daarin mee kunnen kijken en ik uiteraard ook. Dus daar gaan we het zeker ook over hebben. Ik heb ook in mei iets ga ik organiseren wat misschien voor die mensen weer interessant kan zijn. Dus daar ben ik ook al op aan het afstemmen. Ben ik aan het voelen van oké, wie zit waar en hoe kan ik die mensen op die manier ook beter die kant op sturen en helpen. Dus daar gaan we het dan later in de week over hebben. En dan gaan we zaterdag gaan we introspectie doen. Zou het... ga je echt kijken van wat mag er nog aangekeken worden, wat heb ik geleerd. En dan zondag gaan we de actie erop zetten. En zondagavond 8 uur, schrijf die echt in je agenda. Zondagavond 8 uur, s'avonds, zondagavond 8 uur, s'avonds, dubbel op. Gaan we afsluiten met een webinar. Live webinar met Nicolien. Gaan we samen dat webinar samen presenteren. Wordt heel fijn, wordt heel mooi, wordt licht, wordt speels, wordt fijn, wordt zacht, wordt heel bijzonder. Dus iedereen is daar al voor ingeschreven. Dus het enige wat je moet doen is, dat gaan we later nog communiceren deze week. Iedereen is daar voor ingeschreven, dus dat komt helemaal goed. En dan gaan we het de hele week aan elkaar breien. En na deze week, dan is er nog een hoge energie. Dan ga ik jullie ook weer vertellen van wat zou je nog meer kunnen doen, hoe kun je met me werken, hoe kun je met elkaar in de energie blijven. En dan ga ik een aantal dingen vertellen waar je ook nog op kunt aanhaken, aansluiten enzovoorts. Even kijken, Esther die vraagt, Erik, zou ik de advertentie die ik laatst had toch nog plaatsen? Nee. Je mag eerst even weer gaan herijken bij je eigen energie. Want er is al bij jou weer, het zijn een paar dingetjes, die heel groot zijn, die misschien klein voelen, zijn bij jou veranderd. Dus ga die advertentietekst, ga die nog een keer lezen, voelen en een paar dingen daarin herijken. En als die dan weer helemaal kloppend zuiver voelt, dan kun je hem gaan plaatsen. Yes? Top, helemaal goed. Ja, dus dit was de spontane eerste Zoom. Wie heeft er nu een vraag? Is er, je zit te kijken en je denkt, ja, dit is onduidelijk of dit weet ik nog niet. Of wat bedoel je dan precies mee? Of dit zei je en dit raakt mij. Wat kun je er eens dieper op ingaan? Voel je vrij om een opmerking te plaatsen, zodat ik die even nog mee kan nemen. En dan gaan we lekker genieten van de paasmaandag. En dan gaan we elkaar vanavond om 8 uur in grote getalen hopelijk met z'n allen elkaar weer zien. Helemaal goed, Esther. Ja, dat zijn jouw stappen. Top. Ik zal in de tussentijd heel even ook... Aurélie stuurde ook wat. Dan ga ik dadelijk komen erop terug. Probeer ook zoveel mogelijk in de Facebookgroep te communiceren, mensen. Alsjeblieft.
Er zijn altijd mensen die weten me te vinden via WhatsApp, via Messenger, via mail. En dat is allemaal fijn en goed. En die energie die houd ik er ook in. Dus als je dat echt voelt dat je dat wil doen, ja, ik kan je niet tegenhouden. En probeer zoveel mogelijk de energie in de groep te houden. Probeer zoveel mogelijk hier te delen dat je dit met elkaar doet. Of het nou kwetsbaar is of niet, gevoelsmatig. Probeer het gewoon in deze groep te doen. Dan hebben we er met z'n allen het meeste aan. Even kijken. Ik ga even een paar dingen opschrijven. Kan ik die meenemen in de week? Ja, leuk Marianne dat je ook weer meedoet. Super tof. Even kijken. Voelt goed. Maar hoe verder? Nou, dat haak lekker aan, Esther. Haak aan op de energie en gaan vanuit daar stappen verder zetten. Ik heb een super energie. Dat is fijn. Niet altijd hoor. Daar ga ik jullie deze week ook nog wel over vertellen. vanuit je hart samenbrengen van hoofd. Ja. Even kijken. Ja, Janine, tof. Even kijken. Ja, die zag ik inderdaad. Oh ja, Iris, die is 2,5 week ziek. Oh, dat is lage energie. Ja, heel veel liefde en licht voor jou, Iris. Goed herstellen. Gezond, zoveel mogelijk gezonde dingen eten. Goed slapen. Veel water drinken. Oh ja, Esther zegt, ik was de vorige challenge ziek. Dit is echt een kanootje. Ik denk een kanootje, want het is een cadeautje. De N is een D. Dit wordt een heerlijke week. Ja, dat ik heb nu... Daarom, ik was echt gisteren chagrijnig. Dat ik nog niet live was. Ik vond, zeg, ja, wat ben je stil? Nou ja, daarom dus. Even kijken. Esther heb ik behandeld. Fijn om even ingecheckt te zijn. De energie is ingezet. Dank Erik. Ja, heel graag gedaan Aurélie. Zin in deze week. Aurélie, zit je in Frankrijk of zit je in Nederland? Ja, fijn. Spontane talk. Ik ga aanhaken. Heel fijn. Wanda, die zegt, ik weet wat ik wil gaan doen. Gelaatsdiagnose. Ja, Wanda, ik voel daar nog iets bij. Ik voel dat jij dat de geluidsdiagnose, of gelaatsdiagnose, dat is een vorm. En ik denk dat als jij dieper gaat, dat je, en dan gaan we morgen en overmorgen, is voor jou daarin dan belangrijk, Wanda. Ik voel bij jou dat als jij helemaal in de zuivere, pure vorm van jezelf gaat voelen en gaat zitten, dat dan gelaatsdiagnose een vorm gaat zijn die je gaat inzetten. En dat is slechts een vorm van hoe jouw totale praktijk eruit gaat zien. Ik voel dat jij met mensen door af te stemmen, door op ze in te checken, zonder gelaatsdiagnose, door te voelen, auraveld, chakra's, energievelden, pijnpunten, lichaamspijnpunten, aanraking, verbindende gesprekken, helende gesprekken voeren, dat zijn allemaal vormen die je gaat inzetten, dat daar jouw impact zit. En gelaatsdiagnose is daarbij een onderdeel wat je daarbij kunt inzetten en niet het onderdeel. Dus ik wil je daar zoveel mogelijk mee helpen, prikkelen, spiegelen, handvatten geven. Blijf zoveel mogelijk meedoen, Wanda, want dit wordt voor jou ook een hele belangrijke week. Ja, dus ik ga je daar zoveel mogelijk in proberen te helpen. Voorbeeldje. Ik heb Reiki gedaan. Eén voorbeeld. Ik heb Reiki gedaan. Oké, Reiki, werken met energie. Ik ga het in eerste instantie met je handen. Reiki 1, aanraking. En bij Reiki 2 kom je erachter. Oh nee, het gaat niet per se over aanraking, want alles is energie. Dus je kunt ook op afstand voelen.
Ik kan Reiki inzetten door op afstand te voelen. En ik heb hypnosessies gedaan, regressie, hypnotherapie kan ik. Vraag me niet, heb ik een hypnotherapieopleiding gedaan? Nee, ik kan hypnotherapie gebruiken. Voor Julia gebruik ik hypnotherapie voor, of hypnotherapie, hypnotechnieken om haar rustiger te krijgen, om haar te laten landen. Regressietherapie, regressiesessies. Ik heb vorig jaar heb ik met iemand in een volle regressie gezeten en dat doe ik vaker. Dan ga ik in één keer naar vorige levens. Ben ik regressietherapeut? Nee. Waarom vertel ik dit? We hebben zoveel tools. We hebben zoveel. Ik heb een super scherpe visie. Ik zie dingen. Ik ben een wizard. Ik kan in de toekomst kijken. Ik heb een heel sterk toekomstbeeld. En wat ik zie, dat gebeurt ook altijd. Ik weet niet alleen in de tijd wanneer. Ik weet wel dat het gaat gebeuren. Dus ik laat de vorm Reiki, ben ik los gaan laten. Van, oh ja, ik heb Reiki 1 en 2. Ik heb de diploma's, kijk je achter aan de muur, hangen ze? Nee, ze hangen er niet meer. Want het is een vormpje wat ik kan inzetten om andere mensen te helpen. En als we die vorm wat meer loslaten, want het beperkt ook, het houdt ook ons in een soort van stramien. En in een bepaalde vorm, als we dat los durven laten, dan wordt die mooier, ronder, completer. En, ja natuurlijk is het ook belangrijk om te zeggen wat je doet met je praktijk in de vorm. Daar gaan we deze week over hebben om die samen te brengen. Dus Wanda, blijf kijken. Tanja zegt, ik ben benieuwd. Ik ben nieuw, dus exciting. Ja, kijk lekker mee Tanja. Het gaat jou veel, veel brengen. Ik zag je ook al voorbij komen in energie. Dus dat wordt heel fijn. Fijn, fijn, fijn. Tof. Aurélie zit in Frankrijk. Tussen de elementen zee, bos, rots en vuur. Heerlijk. Helemaal goed. Hey, Tanja doet mee vanuit Spanje. Oké, ontspan je. Wacht. Ik doe mee vanuit Nico van Spanje. Ik dacht dat je in Spanje zat. Oké, ik ken Nico van Spanje nog niet. Dus dat gaat wel gebeuren nog. Leuk, leuk. Ja, helemaal goed. Te laat gaan slapen. Oké, top. Helemaal goed. Een heerlijke week, zegt Desiree, met inzicht. Energie komt binnen. Raakt me. Zuivere vorm van mezelf volledig omarmen. Heel goed. Heel benieuwd wat het me gaat brengen op alle fronten. Of wat ik doe en voor wil gaan mijn zielsmissie is. En voorgaan mijn zielsmissie is. Ja, dat is Desiree. Dat is jouw zielsmissie. Voorgaan. En mooi wat er nu gebeurt. Dit voel ik. Desiree en Majoke zeggen. Dit gaat. Oké. Majoke zegt, ik heb gekozen voor loopbaancoaching als kapstok. Hier ga ik het vanavond over hebben. Ik zal het even opschrijven ook. Want dit is belangrijk. Dus dank. Dank voor die bewuste of onbewuste input. Ik ben even een paar dingen die doorkomen te opschrijven. Vroeger, een half jaar, jaar, 15 jaar geleden, was het mogelijk om een marge in te bouwen. Vroeger kon je zeggen, ik heb dit nu als hoofdbaan en daarnaast heb ik ruimte om een eigen praktijk neer te gaan zetten. Vroeger kon je zeggen, ik heb een kapstok, loopbaancoaching, en vanuit die veilige haven kan ik mezelf ontwikkelen. Dat is er nog steeds. Dat mag. Dat kan. Dat is oké. Dat is echt oké. Ik heb dat ook gedaan toen ik 15 jaar geleden zeg maar, voor mezelf begon. Had ik een opdrachtgever vanuit mijn oude baan. En dat was coaching, mocht ik gaan doen. En dat was een vaste. Dus mijn werkgever werd mijn opdrachtgever voor één klant. En daarna twee en drie. En daarnaast kon ik mijn eerste boek gaan schrijven en zo. En prima. Ik voel dat, laat ik voor mezelf spreken, en dat is ook collectief aan de hand, de ruimte, de margin for error, de marge om te spelen, om jezelf te foppen,
ik doe het even prikkelend, die marge die verdwijnt. Die wordt steeds dunner, die wordt steeds eiler. Eerst kon je spelen in dit veld, kon je zeggen, oh, dit doe ik en dat doe ik, dit vind ik leuk, dit is wel aardig. Oh ja, dit zou ik ook kunnen doen. Oh ja, dit past ook wel bij mij. Oh, die vind ik ook wel interessant, dus daar kan ik ook iets voor verzinnen. Dat speelveld, dat is echt helemaal zuiverder aan het worden, bij jezelf. Dus de kapstok, jezelf foppen, jezelf zeggen, die baan die dient mij nog, enzovoorts. We voelen allemaal vanuit onze pure, zuivere kern wat het is en wat jij neer te zetten hebt vanuit jouw zuivere kern. En ja, ik snap dat je de hypotheek moet betalen. En ja, ik begrijp echt heel goed dat als de gasprijzen omhoog gaan, dat je denkt, oh mijn god, ik moet wel een vast inkomen hebben. Dus dat begrijp ik. Ik hecht daar 0,0 oordeel aan. Want ik weet hoe belangrijk het is om ook gewoon te leven in het aardse hier en nu. Daarom doe ik wat ik doe. Dat is wie ik ben. Dus ik geloof heel erg in dat je vastigheid, zekerheid, een kapstok moet hebben of kunt hebben om op dit moment je leven zin te geven. En er is iets gaande in het veld waarbij we allemaal worden uitgenodigd om die zuiverte nog meer aan te gaan en aan te kijken. Dus, en daar zal ik het vanavond nog wat uitgebreider over hebben. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen of dat het misschien prikkelt, schuurt, hoe je het ook wil noemen. Tof. Wil graag met Marianne een healingsretraite daar gaan doen. Ja. 100%. Is bij Marcel ontstaan in die twee dagen tussen jullie. Gaaf. Ik wil helemaal niks. Ik zou het ongelooflijk gaaf vinden als Chris en Marianne deze week samenkomen met een concrete tweedaagse. Wat gaan jullie doen? Voor wie gaan jullie het doen? Wees daar super zuiver in en knal hem erin. Knal hem in deze groep. Ik hoop dat er 25 mensen zijn die naar jullie retraite komen. Ja? Jannie zegt, ik ben mijn praktijk verrijk elkaar weer aan het opzetten. Herken dat ik van alles doe zonder opleiding, lastig om een doelgroep te kiezen. Heel goed, Jannie. Dus een opleiding, dat er is ook nog nooit iemand die aan mij gevraagd heeft wat voor opleiding ik heb gedaan, voordat ze bij mij kwamen. Er heeft nog nooit iemand gevraagd, er zijn wel mensen in het verleden, ik heb de afgelopen jaren 5000 mensen gesproken, één op één en op allerlei manieren. De mensen die vroegen, heb jij een Reiki-opleiding gedaan? Ben jij gecertificeerd NLP-coach? Heb jij een certificaat voor deze opleiding? De mensen die dat vroegen, daar zijn al nul van ingestroomd in mijn programma, in mijn coachingstraject enzovoorts. Want dat doe ik niet. Ik heb die diploma's wel en ik heb ze van de muur gehaald. Omdat ik maar zoveel diploma's heb die ik nu inzet. En ik heel veel dingen heb die er in mijn rugzakje zijn bijgekomen. Die ik wel kan inzetten waar ik geen officiële diploma voor heb. Een diploma is oud. Een diploma is oud, is duaal. Gaaf. En een doelgroep kiezen is niet lastig, Jannie, als je zuiver weet te resoneren met je klant. Dus blijf kijken. Woensdag, donderdag gaan we het daar met name over hebben. En doe vooral lekker zoveel mogelijk mee. Grappig dat je dit zegt, zet Iris, dat je op het idee dat deze griep met dingen helpt. Hele tenaanzien, ja, klopt. Over me kunnen uitspreken en in mijn kracht staan. Nooit eerder zo beleefd met griep. Dat is het wel. Claudia zegt, zit nu in netwerkmarketing. Kan ik daar ook handvatten voor krijgen? Ja, dat kan. Ik weet niet precies welke handvatten je daarin zoekt, Claudia. Als je daar specifieker in bent, dan kan ik daar duiding meer in geven. Die naam werd door Facebook eraan gekoppeld. Die mis ik heel even. Zo'n zin in voelt helemaal volle energie. Doen in plaats van denken en. Heel goed, Marianne. Tranen in mijn ogen toen jij me toesprak net. Je bent de derde in de laatste 2 weken tijd dat ik iets met energie mag gaan doen. Ja. That's it, my dear. That's it. Mooi. Ben er benieuwd naar, zit ik goed? Het voelt wel goed. Ja, Esther, je zit behoorlijk goed op weg. Zeker. Kun je er terugkijken? Ja, zeker. Nee, dat is helemaal goed, Willy. Goed dat je het vraagt. Ja, ik ga dadelijk, we zitten al op een uur. Ik ga zo stoppen.
En dan komt deze live, die kun je dan meteen terugkijken. Goed dat je dat zegt. Het antwoord is ja. Claudia, dat voel ik ook. Zeker omdat ik zoveel herken wat Erik vertelt over HSP en spiritualiteit. Claudia, antwoord op jouw vraag. Hoe meer jij de komende dagen, morgen, woensdag, donderdag, mee gaat doen in voelen waar jij jezelf op tegenspreekt, tegenhoudt, waarop jij blokkades voelt bij jezelf, waar pijn zit bij jou, hoe meer je dat kunt omzetten in zuivere energie, hoe makkelijker, sneller jouw netwerkmarketing gaat lopen. Want er komen de juiste mensen op jouw pad. Netwerkmarketing, ik heb dat gedaan in een grijs verleden. Het resoneerde helemaal niet bij mij. Ik dacht dat het moest. Ik dacht dat ik 's morgens vroeg vanuit een netwerk, ik ben al de naam vergeten, iets met een N, NMI, weet ik het. Dat ik in het Philips Stadion 's morgens vroeg koffie, ontbijt moest doen met mijn netwerk en mensen moest aandragen om mijn netwerk te vergroten. Ja, voor mij werkt het niet. Dus dat. Dankjewel Danielle dat je dat zegt. Kun je gewoon terugkijken. Helemaal goed Iris. Gewoon lekker in het vertrouwen blijven. Helemaal goed. Super Sanne, leuk dat je weer meedoet. Tof. Gaaf, even kijken. Hij schiet elke keer over bij... Majoke, dan is mijn doel voor deze week om helder te krijgen op welke loopbaan ik me precies ga richten. Oké, dat is helemaal goed. Ik voel iets anders en daar komen we samen achter. Desiree zegt, mijn baan 3 weken geleden opgezegd. Ja, mooie bevestiging, resonantie voor mezelf op de juiste weg te zetten. Dankjewel voor al je energie. Het is nu, is het al 8 uur. Komt goed, precies. Veerle, ik kom net binnen in de live, ga hem zeker terugkijken. Doe maar. Ja, ik zou graag mijn praktijk van ergotherapie uitbouwen. Hopelijk krijg ik dat tips voor. Zeker Veerle, gaan we zeker doen. Janine zegt, ik ben de laatste tijd bezig met doelgroep zoals nu geformuleerd de mijne is. Kinderen die thuis ander gedrag vertonen dan op school. Ja, die zit vrij goed, Janine, in jouw energie daarin. En jij mag... Bij jou zit hij niet zozeer in jouw doelgroep. Bij jou zit hij in jouw eigen zuivere energetische stap durven zetten om daar volledig voor te gaan. Daar zit hij bij jou. Dus dat zit bij jou dieper dan dat. En als je die diepte ingaat met jezelf, morgen, overmorgen, daar zit hij vooral. En aan het eind van de week op zondag dat gevoel erbij pakken en voelen... Als je die diepgang voelt, dan gaat hij bij jou volledig stromen. En dan gaat hij ook heel snel stromen. Dus dat is bij jou het stuk. Dit was hem, lieve mensen. Je kunt hem terugkijken als ik op duw zo op doei. En dan kun je meteen terugkijken. Kijk vanavond allemaal om 8 uur in deze groep. Dan gaan we echt beginnen. En we zijn al begonnen. Dank jullie wel voor het kijken. Tot gauw. En ik zie dat ik deze Zoom niet, dat ik de recording op gepauzeerd heb gezet. Nou, dan is dat ook even wat het is. Volgens mij kun je deze meteen terugkijken. Zo niet, kom ik voor een heel groot deel nog terug op de dingen die ik gezegd heb. Dus maak je niet druk. Tot vanavond, tot 8 uur. Mooie dag, heb het goed en tot straks. Doei doei! Ja, dit was hem mensen. Een uur live in de groep. Heb je misschien wat meer tekst uitleg van wie ik ben, wat ik doe. Misschien resoneert het bij waar mensen tegenaan lopen. Ik ga de komende week meer van dit soort sessies doen. Dus als je het leuk vindt, kijk naar volgende video's. Dan neem ik je helemaal mee in de stappen die ik in de challenge ook daadwerkelijk uitleg. Bye bye.